over het vluchteling zijn of jezelf voelen, dat hangt gewoon van jou af. Net zoiets als wanneer voel je Afghaans of wanneer voel je Nederlands. Het is gewoon meer lagen van je identiteit. Maar omdat het net de hele tijd gaat over aanpassen en aanpassingsvermogen, ik denk niet dat per se vluchteling gelijk staat aan, oh, dus je kan je niet aanpassen of je kan je niet. Dat staat denk ik een beetje los van die dingen. Dus ik vroeg me eigenlijk af, want Jula, je vertelde van, ik voel me niet als vluchteling omdat ik mij snel heb aangepast of iets dergelijks. En dat vond ik best wel snel zo achter elkaar, waardoor een luisteraar kan denken, oh, dus een vluchteling is iemand die zich niet aanpast. En dan, ja, dat is natuurlijk niet zo. En ik denk dat jij dat zo bedoelde, omdat het zo achter elkaar kwam, raakte het wel bij mij een snaar, waardoor ik dacht, ja, wat is niet wat een vluchteling per se hoeft te zijn. En ik denk dat het meer is van, je bent ontworteld en jouw familie, die heeft dat generaties lang elke keer moeten meemaken. En het feit dat jij niet van vallende bommen bent gevlucht, betekent niet dat jij niet ergens toch iets hebt achtergelaten. Ook al was je dat gewend generaties lang. En ik denk dat ook wel een bepaalde waarde is dat je toch met je meedraagt. Dus misschien dat je nu in de fase zit dat je terugkijkt, dat je ook meer stukjes daarvan tegen zou komen. Want jouw verhaal is zo rijk, eigenlijk, van wat je over je opa en oma hebt verteld. Dat ik denk dat natuurlijk generations ook gewoon terug blijft komen op een of andere manier. En eigenlijk soort van benieuwd ben naar hoe je dat dan aan je kinderen op een gegeven moment misschien wel mee zou geven. En het is mooi dat je kinderen nu de leeftijd bereiken dat ze meer vragen stellen over de foto's op de gang. Maar ja, mijn vraag is eigenlijk van, dacht je dat vluchteling eigenlijk dus dat hele urgent is van, ik ben nu gevlucht van een bom, bij wijze van spreken. En is het ook in jouw ogen iemand die zich misschien niet aanpast? Of hoe kwam dat er zo achter elkaar een beetje kwam? Vraagt voor refugee millennial. En ik noem mezelf wel een migrant, bijvoorbeeld. En ik ging daarover nadenken. Van waarom voel ik me geen vluchteling? Waarom noem ik me geen vluchteling? Dus ik sprak met mijn man daarover. En toen zei hij, maar wacht eens even. En die opsomming maak ik, weet je wel. Je hebt in een asielzoekerscentrum gezeten. Je ouders mochten jaren niet werken. Al die dingen die daarbij horen dat je wel vlucht. Hoezo, waar komt dit eigenlijk vandaan? Dus ik heb dit verhaal ook zo gemaakt om deze vraag te stellen. Omdat het een soort van paradoxale vraag is. En verder, die aanpassing, daar wil ik nog even op reageren. Het is voor mij, het is heel erg positief en fijn. Maar op dit moment ben ik juist mee bezig dat ik daarmee iets kwijtgeraakt ben. Iets van een authenticiteit of iets wat anders was geweest als ik niet zo makkelijk was aangepast. En ik hoop dat mijn kinderen dat niet zo hoeven te ervaren. Maar zou je dat die stellen wel misschien eigener en authentieker durven en kunnen zijn en minder een pleaser of bezig met hoe je ergens inpast. Want ik kan dat precies aanvoelen. Maar is dat stil verdriet wat er in je heeft geheerst dan? Zou je dat kunnen zeggen? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Zou een van jullie hierop willen reageren? Want eigenlijk jij, Hamza, want jij hebt in een documentaire gezeten waarin een meester op een school al de kinderen in de AZC's is gaan opzoeken. Of daar was een basisschool. En die is jullie gaan opzoeken en is daar een documentaire over gaan maken. En hoe identificeer jij je tot haar verhaal in dat jij, eigenlijk ben je in een hele documentaire, een hele thema of woord, of in het begin zei ik al, ik weet niet hoe ik het moet noemen, gaan omarmen, de vluchteling. Dus hoe zou je willen reageren daarop? Ik snap echt heel goed eigenlijk dat je in dat zin van, je bent in een nieuw land en je bent niet zozeer, zoals je het zei, pleasen, waardoor je uiteindelijk langzamerhand het kwijtraakt. Zelfs als je het omarmt, raak je het ook kwijt. Ik bedoel, mijn taal, ik kan het nog steeds wel spreken. Alleen als ik met mijn neefjes in Afrika praat, ja, ik switch gewoon naar Nederlands. En naar Engels bedoel ik. Ja. Weet je, het is heel raar. Dus het maakt niet uit of je het nou omarmt of toch wel heel goed meedoet met de samenleving. Alsnog, je raakt het toch wel een klein beetje kwijt, denk ik. Want in de taal ben ik ook eigenlijk, ik ben daar niet goed. Ik ben goed in Nederlands, dan
dan mijn eigen moedertaal, zeg maar. Denk je ook dat het te maken heeft met dat je met je draagt dat je ook anders uitziet? Dat er vaker naar gevraagd wordt? Dus het zijn bijvoorbeeld van een Europese vluchteling of een kleur hebben bijvoorbeeld? Ik ben ook benieuwd wat de zaal daarvan vindt. Nou, of dat iets is wat hen is opgevallen of niet. Of heeft het niet met de vraagstellingen van de mensen te maken? Ja, daar kan ik eigenlijk niet zo goed antwoord op geven. Nee. Misschien iemand uit de zaal? Of? Ja, iemand hier wilt reageren. Ik identificeer niet als vluchteling. Ik ben wel migrant. Mijn ouders waren vluchtelingen. Maar ze kwamen naar Nederland uit eigenlijk een luxe keuze. Mijn vader kreeg hier een baan aangeboden. En hij heeft het maar aangenomen binnen het bedrijf waar hij al werkte. Dus wat dat betreft was het echt gewoon een luxe positie waar wij toen in zaten. Maar ik weet wel, ik ben niet in Nederland geboren. Ik was 5 toen ik naar Nederland kwam. Ik heb niet in een AZC gezeten. Maar eigenlijk heel veel van de ervaringen van jongeren van mijn generatie met een migratieachtergrond, die deel ik. Maar ik word er wel anders op aangekeken, omdat ik er niet uitzie als mijn moeder. Mm. En mijn moeder heeft een donkerdere huidskleur, heeft donker haar, donkere wenkbrauwen. En daar lijk ik niet op. Dus als ik op straat loop met haar, dan kijken mensen ons altijd een beetje vreemd aan van wat doen die mensen bij elkaar? En de manier waarop zij minder serieus wordt genomen, als zij bijvoorbeeld iemand belt met het zware accent wat zij heeft in het Nederlands, en hoe ik word waargenomen als ik namens haar bel, dat is heel verschillend. Dus ik merk binnen mijn eigen familie hoe zwaar dat mee kan wegen, dat je er buitenlands uitziet, dat je buitenlands klinkt. En ik doe dat niet, mijn moeder wel. Oké, dankjewel voor je toevoeging. En dan hadden we hier nog een paar vragen die je had verder genoteerd. Nou, ze had een deel al gezegd. Maar ik wou aan jullie allemaal vragen, wat zijn jullie kwijtgeraakt van jullie cultuur? Wat je zegt, nou, op dit moment mis ik het wel, hier in Nederland. Hmm. Wat je aan je kinderen misschien door zou kunnen geven ook. Ja. De taal. Waarom de taal? Ja, omdat eigenlijk, ja, wij voeden hem. Ik merk, mijn schoonouders, die zijn echt gewoon, die spreken nog steeds Thais supergoed. Dus, en ik heb mijn ouders niet meer, dus hij spreekt nu veel meer Thais dan de andere taal. Niet dat ik dat jammer vind of zo, maar het is gewoon, ik wil dat ook op een of andere manier toch wel meegeven. Behalve dat hij straks alleen maar woordjes leert, maar gewoon echt kan spreken. Dus dat hij rijk wordt opgevoed met talen. Frans kan ik hem meegeven, maar ik bedoel, mijn moedertaal wil ik echt dat hij dat ook gewoon kan. Dus ik vind dat een beetje jammer. Omdat je toch veel meer Nederlands spreekt hier, dan vergeet je dat gewoon. Nou, ik had ook wel beter Russisch willen spreken, want ik spreek het natuurlijk en ook met de kinderen, maar voel me vaak dommer dan ik ben, zeg maar, in het Russisch, omdat ik me niet precies zo goed kan uitdrukken als in Nederlands of Engels. Maar ik denk dat het bij mij misschien niet om de cultuur gaat wat ik kwijtgeraakt ben, want dat is vloeibaar. Ik herken heel erg goed wat jij zegt daarin. Dat ik daarin kan kiezen en gaan. En ik zie ook voor mijn kinderen daarin alle mogelijkheden. Hè? Die kunnen straks alles doen wat ze willen. En overal gaan wonen en zijn en reizen. Maar het gaat mij meer om delen van mijn persoonlijkheid. Een bepaalde bijdehandheid of een non-conformisme of een soort van assertiviteit. Ik ben gewoon veel meer lief en aardig en aangepast aan anderen geworden. Mm. En dat wil ik dus juist niet aan mijn kinderen meegeven. Ik wil dat zij gewoon helemaal vrij en ook vervelend mogen zijn. Heeft dat iets te maken met Rusland of Russisch zijn? En bij de hand, ben je die link aan het maken nu? Nee, het was echt, denk ik, mijn persoonlijkheid. Ja. Ja, en Farbod? Taal, zeker, sowieso. Het is een praktische uitdaging om je moedertaal levend te houden in een land waarin dat geen noodzaak is. Mijn woordenschat is ook echt heel erg gekrompen, waar ik niet trots op ben.
En ik merk dat als ik met Iraniërs Iraans probeer te spreken. Een half minuut gaat goed, daarna merk je van, oké, hij is hier opgegroeid. Maar wat ik heel erg mis aan de Iraanse cultuur... Kijk, in de Iraanse cultuur is familie een heel groot onderdeel. En dat mis ik in Nederland wel heel erg. Ik ben in Nederland heel individualistisch geworden. Ik weet niet of dat ook zou gebeuren als ik in Iran bleef, maar ik weet wel dat ik het ben hier, individualistisch. En dat is niet per se een kenmerk van een Iraanse cultuur. Mm. En dat warme gevoel dat je, zeg maar, wat mensen in Europa ervaren tijdens kerst, dat gevoel van familie met de positieve en negatieve zaken, weet je wel, warmte, maar ook een dronken oom die ruzie maakt. Weet je, dat mis ik hier wel. En dat is gewoon hoe het is. En omdat ik dat mis, wil ik dat creëren binnen mijn eigen gezin. En ga ik heel bewust Iraanse dingen implementeren in het dagelijks leven van mijn zoontje. Mm. Maar dan komen alle ooms langs en die vertellen je dat je zoontje wel moet besnijden. Straks is die de enige onbesneden en hoe kan, weet je wel. En dat, maar dan ben ik individualistisch genoeg geweest mijn hele leven om daar geen concessies in te maken. Ik check even daar achterin. Want ik heb alleen maar vragen hiervoor, misschien omdat ik hier een warm bad bied. Maar zijn daar nog... Ik wil even... Oké, dan doen we hier vragen, dan wil ik naar Nou, ik heb geen vraag, maar okay. Ik vind het wel belangrijk om dit even te benadrukken. Want ik hoor heel veel vragen over cultuur. Wat geef je mee? En welke kenmerken zijn er? Ik kreeg een tijd geleden ook dezelfde vraag. Wat zou je meegeven aan je kind? Mm. Ik heb geen kind, maar mocht ik een kind hebben, dan denk ik, cultuur is... is iets dynamisch. Ik bedoel, als ik over cultuur spreek, over de tijd van mijn moeder, was de Afghaanse cultuur, ik kom uit Afghanistan, was de Afghaanse cultuur heel anders. Ik heb het dan over 25 jaar geleden, 30 jaar geleden. Maar als ik spreek over de cultuur van deze tijd, hè, van de afgelopen 20 jaar, of 15 jaar, 10 jaar, dan kan ik niet spreken over de cultuur van mijn moeder, van de tijd van mijn moeder. Dus ik denk dat wij als millennials bewust moeten zijn wat wij meegeven aan onze kinderen. Niet zozeer qua cultuur, maar de taal. Want taal is wel, nou, kan ook een beetje dynamisch zijn, maar met taal is toch wel iets moois wat je aan je kind kunt meegeven. Want vaak hoor je wel van de kinderen, hè, waarom hebben mijn ouders niet toch hun best gedaan zodat ik mijn eigen taal beter kan spreken? Okay. En daar hebben de ouders later wel mee gespreken. Als ik het mag samenvatten, zeg je niet zo gefixeerd op cultuur, want dat verandert, dat molt. Ja. En taal, dat is iets dat blijvend is en dat kan je doorgeven en dat ligt dicht bij het hart. Bij hart. Klopt. Oké. Okay. Ik zie hier iemand heel ongemakkelijk worden. Dus ik kon het niet ontkennen. Voordat we naar u gaan, wil ik even. Wil jij hierop reageren? Nou, laat de hele ongemakkelijke persoon voor mij beginnen. Er wordt de hele tijd gezegd taal, taal, taal. Mijn vader is Egyptisch, heeft mij met geen woord Egyptisch opgevoed, omdat hij het zo belangrijk vond dat ik geen accent kreeg. Ik heb mijzelf later het Egyptisch aangeleerd. Maar hij heeft mij toch Egyptisch opgevoed. Je wilt het niet weten. Bij nader inzien heb ik een Egyptische opvoeding gehad. En al mijn neefjes en nichtjes in Egypte zelf. En dat erkennen zelfs zij daar. Dus zonder een woord Egyptisch heb ik een set cultuur meegekregen waar je echt u tegen zegt. Inderdaad, een cultuur die is blijven hangen in de jaren 60 en 70 van Egypte, mind you. Dus ik heb eerst moeten leren wat Egypte nu is en hoe dat voor mij zich, hoe ik me daartoe verhoud. En mijn Nederlandse integratie is falikant mislukt. Ik had er vorige week met mijn ouders gesprek over. Ik ben dus zo Egyptisch geworden, zonder een woord Egyptisch, dat je echt niet meer weet hoe ik in dit land moet aarden, moet passen. En ik ben notabene geboren in Amersfoortse klei. Nou, nu jullie weer met jullie taal. Dankjewel, meneer. Ja, ik wil nog juist wel weer een pleidooi houden voor taal. en eigenlijk een toevoeging, een beetje vanuit de taalwetenschap of hoe ontwikkeling van taal bij kinderen gaat. Dat is dat het beste lukt van jongs af aan als vader Hamza voortdurend Swahili spreekt met zijn zoontje en moeder voortdurend Thais. Dus door een van de leraressen, ik wist niet dat u hier was, van de oude school toen ik net in Nederland kwam. Welkom. Oh, die hard fan. Maar dit terzijde. Nee, mochten wij even benoemd. Dus,
ik denk dat inderdaad zeg maar, het echt vloeiend en makkelijk talen spreken gaat het beste op vanaf jonge leeftijd heel duidelijk, zeg maar, moeder spreekt altijd dit, vader spreekt altijd dat en we spreken met z'n allen Nederlands. Dat is de beste voorwaarde om goed taal te leren. En ik denk, zoals Farhad en Hamza allebei zeggen van ja, ik ben in mijn eigen Farsi en Swahili ook niet meer zo vloeiend, dat het feit dat je dat met je kinderen spreekt, dat helpt je ook om dat levend te houden en er ook zelf mee bezig te blijven. Dus dan heeft het naar beide kanten toe positief effect. Sterker nog, ik denk dat ik voor minstens 50% met mijn zoontje Iraans wil spreken, zodat ik het ook kan blijven spreken. Absoluut. Nu heb ik een noodzaak. Ja. 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 Wacht even. Ik kom uit Roemenië. Mm. Ik wist heel lang niet wat voor bomen het waren. Mm. En in Nederland wist ik het ook niet, want ik kwam op mijn 8e en toen was het net begonnen dat je die les kreeg. En ik kreeg pas Nederlands les op mijn 8e. Dus ik begon met ik ben Stefana en ik kom uit Roemenië. Dus ik leerde niet dat het een beuk was of een eik of vogels. Maar nu, ik ben mijn kinderen Roemeens, ik ben genoodzaakt om als er een vogeltje komt en die eet aan die kokosnoot in de tuin. Oh, wat leuk, dat is rood. Maar hoe heet dat vogeltje? Oh ja, shit, hoe heet dat vogeltje? Even opzoeken. Dus je leert zelf bij. Als je het is wel heel moeilijk, maar je leert wel. Je woordenschat wordt zelf vanzelf groter. Hmm. Als je het met je kinderen spreekt. Ja. Maar nu, ik wil toch weten, wat is dan de... Want we hebben het nu wel de hele tijd over taal heeft het onderwerp overgenomen. Ik heb me eraan toegegeven. Wat is dan... Ik heb nog steeds niet gehoord, wat is dan de toegevoegde waarde voor je kinderen om dan jouw taal te spreken? Want, moment, wat betekent taal voor mij? Taal is altijd mijn grootste vijand, mijn grootste zegen geweest ook, want ik hou van schrijven en spreken. Nou, dat hebben jullie begin van het programma wel even gehoord. Maar ik heb nooit vlekkeloos kunnen spreken, omdat ik hier op mijn 7e-8e kwam. En dat is wanneer je taalgevoel al ontwikkeld hebt. En Farsi wordt steeds slechter, want ik heb vanaf mijn 19e in studentenhuizen gewoond. En ik voel me heel ongemakkelijk als ik aan de telefoon met mijn zus of ouders spreek, want die kunnen het allemaal wel beter. Wat gebeurt er? Sinds deze week voor het eerst ben ik weer gaan bidden naar God. Na jaren. Ja, sommigen kunnen daarvoor klappen, sommigen niet. Ja. Meningen terzijde. En opeens sprak ik Farsi. En ik denk, waar komt mijn woordenschat opeens vandaan? Ik ben allerlei verzoeken naar God aan het doen, want in het Farsi waar ik niet eens wist dat ik die woorden kende. Het leek alsof mijn hart openging en daar kwam gewoon Farsi uit. Dus toen besefte ik, van er is een taal dat dicht bij mijn hart ligt en er is taal wat mijn grootste vijand is en waar ik heel erg mee bezig ben om mijzelf over te kunnen laten brengen aan mensen. Dus voor mij is dat, en ik weet niet... Of dat dan ook een rol speelt in dat dan door willen geven aan jullie kinderen, omdat je dat gevoel van dicht bij het hart willen doorgeven. Heb ik je antwoord weggekaapt, Farbod? Bijna. Oké. Okay. Wil je er nog op reageren? Ja, het heeft raakvlakken, zeker. Maar was dat je antwoord? Ja, wilde je reageren? Ja, nee. Een cultuur meegeven is heel moeilijk, omdat inderdaad cultuur is dynamisch. Het hangt vanaf welk tijdperk je hanteert. Jaren 60 Egypte. 25 jaar geleden Afghanistan, Iran ook. Iran verandert elke keer als ik daar op bezoek ga naar familie. Dan merk ik dat het al een beetje veranderd is. Dat is moeilijk door te geven. Maar taal is wat standvastiger dan cultuur. En taal dient als een portaal tot een cultuur. Dus als jij een bepaalde taal spreekt, dan heb je toegang tot heel veel elementen van een cultuur. Mm. En binnen een bepaald tijdsbestek te houden, is het gewoon efficiënt om te beginnen met taal en wat hij daarmee doet. Prima, maar dan heeft hij in ieder geval een heel sterk middel om zelf te onderzoeken wat de cultuur is van zijn ouders. Goeie toevoeging. Dankjewel. Gaan we echt met taal afsluiten? Ik vind het geen goed onderwerp. Ja, Lilith, jij komt vast wel met een goede afsluiting, want we zijn eigenlijk door de tijd van dialoog heen. Ja, sorry. We hebben het inderdaad al een tijdje gehad over wat je doorgeeft aan je kinderen. En nu vraag ik me af, want dit is iets waar ik zelf mee worstel met mijn ouders. Ik heb geen kinderen, gelukkig nog eventjes ook niet. Godzijdank voor de spiraal. Maar wat vinden jullie ouders eigenlijk
van de opvoedwijze en de dingen die jullie meegeven aan jullie kinderen? Want met mijn ouders heb ik wel eens ruzies over wat ik allemaal heb overgenomen vanuit de Nederlandse cultuur, waar zij het dan niet helemaal mee eens zijn. Dus ik vraag me af hoe jullie erin staan. Dus het gaat om concessies. En waar maak je ouders geen concessie over? En wat neem je daarin dan ook mee? Van, je bent continu in transitie van het overnemen van dingen. Maar waar zouden jullie ook geen concessie over doen, eigenlijk? Kijk, ik weet dat in mijn geval, mijn specifieke geval, ik alles moest doen om te overleven hier in het dagelijks leven. Dus als dat betekent dat ik egoïstischer moest zijn, dan moest ik dat doen. Individualistisch, dan moest ik dat doen. Als ik minder gericht was op mijn familie en dat ik alles op alles zet van mijn familie. Als ik dat niet meer wilde, dan moest ik dat ook doen. Maar ik heb ook het geluk gehad dat ik dat op een gegeven moment in mijn specifieke leven mijn ouders niet zoveel controle meer hadden over mijn keuzes. En wat concessie betreft, op een gegeven moment was het ondenkbaar voor mij dat mijn ouders mij iets gaan opleggen qua cultuur. Dat ik denk van nee, die tijd is voorbij. En dat is gewoon een voordeel van mijn specifieke geval. Ik weet niet hoe het met jullie is. Nou, ik kan me daarbij aansluiten. Mijn ouders waren best wel bohemiane mensen die met hun eigen dingen bezig waren. Dus ik had ook helemaal geen regels. En ik was ontzettend vrij. Wat ik anders hoop te doen, is dat ik hoop meer connectie te maken met mijn kinderen. Mm. Eigenlijk. Ik hoop dat contact er altijd blijft. Zodat als er een probleem is, dat ze ons weten te vinden. Zeg maar, en dat we elkaar weten te vinden. Dat is de enige opvoedregel eigenlijk die ik en mijn man denk ik ook hebben. En Hamza, ik weet dat jij religie hebt benoemd ook. Hè? Want je zei, ik heb een islamitische religie. En vanaf welk punt heb je dat met je meegenomen? En zijn daar onderdelen uit in te schatten van? Dat is waar jij je geen concessies in zou doen, dat je wel aan je zo mee zou geven als je het zo met je vrouw over hebt. Ja, religie was wel heel belangrijk. Weet je. Het is iets wat ik gewoon vanuit huis af aan heb meegekregen. Ik ben ook de zaterdag en de zondag gingen we gewoon naar een islamitische school. Mm. Waar we dus de Koran hebben geleerd en andere dingen hebben meegekregen. En vanuit huis al af aan heb ik dat ook meegekregen. En dat, weet je, nu zie ik gewoon mijn religie niet zozeer. Dat het woord religie wil ik gewoon niet gebruiken als we straks hem gaan nu al aan het opvoeden zijn. Omdat zij iets anders geloven, ik geloof iets anders. Wij zien raakvlakken, maar één ding wat we sowieso gemeen hebben, het is respect. Respect, en wij willen hem eigenlijk iets meer meegeven, want religie zie je eigenlijk, zie ik, tenminste voor mezelf, zie ik dat als een houvast. Weet je, van oké, dit zijn dingen, je mag niet, dit mag wel, dit zo. Weet je, dat hij in ieder geval weet, misbruik geen alcohol, doe dit niet, weet je, doe dat niet. Dus dat zonder zeer echt een naam eraan te plakken. Dus dat hebben we meegekregen en toen ik hier kwam, heb ik ook bepaalde dingen zoals Fabot gewoon even denk van oké, dit kan ik gewoon laten en dit kan ik gewoon meenemen. Mm. En dat, ja, dat proberen we ook gewoon mee te geven. Voor de rest zijn we ook gewoon heel vrij gelaten eigenlijk in doen en laten, ondanks dat we in Afrika, weet je, heel veel mensen die hebben een heel ander idee of beeld. Van, dan word je echt, je ouders zijn de baas, je moet doen wat ze zeggen, et cetera. Er waren zoveel dat op een gegeven moment, we zijn ook gaan reizen, al op jonge leeftijd, zonder ouders, tenminste gevlucht. Ja. En hem willen we ook gewoon lekker laten. Weet je, ga dingen leren. Autonomie en dingen. Precies, ja. Oké, dankjewel. Dankjewel. Dat brengt